kan gebeuren als een meisjeshoofd vol is van de lessen die gegeven worden op een school voor mannequins en fotomodellen. Deze hoofdarbeid, die dient om de lichaamshouding te verbeteren, staat evenals de zogenaamde correctiegymnastiek op het lesrooster van de voornaamste vakschool voor mannequins in Nederland. De meeste leerlingen hebben deze gymnastiek net zo hard nodig als de oogoefeningen. Aldus leren de meisjes hun kijkers beter en effectvoller gebruiken. De oogspieren worden zo bovendien versterkt en dat is van groot belang voor haar die het vermoeiende beroep van fotomodel of mannequin wil gaan uitoefenen. Om de meisjes te leren haar handen gracieus te bewegen, heeft men onder andere deze paraplu-exercitie ingevoerd. Onderdeel van deze veelzijdige opleiding vormen ook de lessen in make-up. Een afgestudeerde leerling moet in staat zijn, zonder hulp van schoonheidsspecialisten of kapper, haar gelaat en haar coiffure te verzorgen. Voordat een meisje een tailleur of japon net zo goed kan presenteren als een volwaardige mannequin, moet ze vele details nog vele malen overdoen. Een school als deze is van betekenis voor de kledingindustrie en voor de reclame- en fotobranche, die steeds grotere eisen stellen aan de vakkundigheid van modellen en mannequins.